Welkom op deze workshop. Dit is een speciaaltje, is ook niet voor iedereen. Wat ik daarmee wil bedoelen, het werkt niet als men Windows Home versie heeft. Dus als je zegt ik heb een Windows Home versie, hoe kun je dat weten? Het eenvoudigste is, je gaat via verkenner naar de C, waar staat deze PC, je klikt op eigenschappen. En dan kun je hier zien of je Windows 10 Home hebt, Pro of Enterprise. Als het dus Home is, haalt het niet. Moet je niet verder kijken, dan werkt dit niet. Enkel op de Enterprise versie of op de Pro versie. Goed, waarover gaat de video? Tegenwoordig staat alles een beetje in het teken van security, veiligheid. Zoals u weet, volg ik een cursus hacking. Als ik zelf merk hoe gemakkelijk sommige dingen kunnen, ja, dan kun je paranoid worden. En ergens gelijk heb je. Nu, wat kunnen we doen met de Pro-versie of de Enterprise-versie? We kunnen gaan werken in op het Engels noemt dat sandbox, zandbak als je het zo wilt. Wat is dat? Dat is een computer dat draait binnen een computer. Sommige mensen gaan zeggen, ja, ik ken het al met de VirtualBox. Dat kan, dat komt in een latere video. Dat is voor mensen die dan geen home, die enkel met de home versie werken. Maar dan moet je een volle licentie hebben van Windows. Is ook een weg rond, maar dat komt in een andere video. Maar de sandbox die ingebouwd zit in Windows 10 Pro is een lightweight. En wat doe je eigenlijk? Je draait Windows binnen Windows. Dat betekent, als je een file, een bestandje, een foto, gelijk wat hij doet, opent binnen die sandbox, en daar zou een virus in zitten, daar zou ergens iets in zitten die niet kosher is, die niet goed is, dan blijft dat ook daar. Dan infecteert dat niet je complete computer. Hè. Je zou kunnen zeggen bijvoorbeeld, ik heb een bedrijfscomputer, ik wil een keer nu en dan een keer iets privé daarop doen. Dan zou je dat kunnen draaien in de sandbox. Het verschil is, of het voordeel van een sandbox is, als je die sluit, sluit je ook alle processen, sluit je ook alles af. Dus in de sandbox wordt niks bewaard. Dus als je al eens 10 minuten nadien de sandbox opnieuw opent, dan heb je terug een blanco versie van Windows, als je het zo wilt. Goed, in deze video ga ik je tonen hoe je de sandbox activeert, want die is standaard niet geactiveerd, en hoe je die opstart en hoe je die kunt gebruiken. Als eerste gaan we dus naar de start. En dan kijk je naar configuratiescherm. En in de lijst zoek je waar staat programma's en onderdelen. Nu, dat kan bovenaan staan, dat kan onderaan staan. Maar dat is wat we nodig hebben. Dus in het configuratiescherm kijk je en zoek je naar waar staat programma's en onderdelen. Als we daarop klikken, dat venster mag even toe, dat doen we open. Dan krijg je dit venster te zien. Hierin ga je dan naar Windows onderdelen in- en uitschakelen. Eenmaal daarop geklikt, kun je dit venster dicht doen en vergroten we dit venster. En helemaal onderaan zie je staan Windows Sandbox. Ja. We klikken dit aan en we klikken op OK. En nu gaat Windows de Sandbox en alles wat daarmee te maken heeft gaan installeren. Dus standaard staat de Sandbox niet aan. Dus het is nu eventjes wachten totdat hij die bestanden gaat toevoegen. Van het ogenblik dat die toegevoegd zijn. Voilà, is al aan het toevoegen. Op het moment dat dat toegevoegd is, is de sandbox klaar voor gebruik. Dus goed, nog eens. Wat is het verschil met een virtual machine en een sandbox? Een virtual machine is een programma dat we eventueel, we gaan dat in een latere video zien, dat je apart installeert en daarin kun je Linux dan draaien, dan kun je een andere Windows, een oudere versie van Windows draaien.
een andere versie van Windows draaien enzovoort. De sandbox is eigenlijk een lightweight Windows dat je opent, die draait binnen in je Windows en die het mogelijk maakt om dingen te experimenteren, maar die je hoofdsysteem dus niet kunnen beïnvloeden. Dus eenmaal gedaan, klikken we hier terug op de start en in het zoekbaartje geef je gewoon in sandbox. En als alles goed is, Windows sandbox, oftewel Windows sandbox. En als die hem niet vindt, dan ga ik inderdaad de PC moeten heropstarten. Dus ik zie u zo, ik ga even de PC heropstarten. Video, dus de PC is opgestart. We klikken op de startknop en in de zoekbaar geven we sandbox in. En dan ga je zien staan, Windows sandbox. Je klikt er gewoon op en je wacht even. En dan zal de sandbox zich openen en krijg je een lightweight versie van Windows te zien. Dus een Windows, zie zo, hij zal zich openen. Dus een Windows die draait binnen Windows eigenlijk. Hè. Zodanig dat alles wat binnen de sandbox gebeurt, blijft ook binnen de sandbox draaien. Voilà, dus je krijgt hier eigenlijk toegang tot de meeste dingen. Dus eigenlijk aan je computer draaien binnen een computer. Je kunt hier alles doen wat je wilt. Je kunt in principe dingen gaan downloaden enzovoort. Hou er enkel rekening mee dat eenmaal je de sandbox sluit. Dus kijk, ik kan hier overal naartoe surfen. Blijkbaar mijn eigen website niet meer. Ziezo, dus ik heb nu een Windows, binnen een Windows draaien, kan ik gemakkelijk, dus hieraan kun je zien dat je in de sandbox werkt. Je kunt gemakkelijk bestanden openen. Zit er dus een virus op, zit er iets die niet klopt, die niet kan, ga je er inderdaad wel een melding op krijgen, maar moet je niet gaan panikeren. Zeker als je denkt van, bijvoorbeeld bij het openen van een e-mail, moet je heel goed opletten bij het openen van bijlages, zeker als je niet weet van waar dat ze komen. Kun je ze dus openen, er kan u niks gebeuren, alles blijft binnen ja, de zandbak, als je het zo wilt, binnen die bepaalde ruimte. Het is dus wel zo, eenmaal dat je hier klikt om te zeggen, we gaan de zandbak sluiten, de Windows Sandbox. Daar zie je ook dat hij het zegt, dat alles definitief verloren gaat. Dus je kunt niet zeggen van, ik ga dit of dat opslaan. Het is puur om, ja, het is een soort proeflab, ja, ik heb er geen direct een idee van hoe dat je het moet noemen. Maar het is een Windows binnen Windows waarin dat je veilig kunt gaan werken. Ik wil dat maar eventjes meedelen. In de volgende video gaan we kijken hoe dat je VirtualBox kunt installeren op je PC. En dan kun je Windows gaan draaien, oudere versies gaan draaien. Maar dan meestal moet je een key hebben. Of moet je een volledige versie hebben. Dit werkt eigenlijk op de sleutel of de toegangscode van uw huidige Windows. Voilà, dat was wat ik wou tonen. Hopelijk zijn jullie er iets mee. Maar nogmaals, enkel voor de mensen met Windows 10 Pro of Enterprise. Met de home versie werkt dit helaas niet. Goed, bedankt voor het kijken. Dag.